Ik heb begrepen dat mevrouw Joritsma een ordevoorstel heeft met betrekking tot de algemene politieke beschouwingen die staan gepland op 2 november aanstaande. Ik geef mevrouw Joritsma daarover graag het woord. Voorzitter, eigenlijk moet ik twee ordevoorstellen doen. Het eerste ordevoorstel is om deze algemene politieke beschouwingen nu niet te houden, gezien de diep demissionaire status van het huidige kabinet. Maar ze vervolgens wel te houden zodra er een nieuw kabinet gevormd is. Dus, en ik zou u willen vragen om, als ze in stemming komen, die ook gescheiden in stemming te brengen. Dank u wel, Joritsma. Wens een van de leden het woord over deze twee ordevoorstellen. Mevrouw Faber. Ja, dank u, voorzitter. De PVV-fractie is van mening dat we juist wel een APW moeten houden. Het is een demissionair kabinet die verregaande beslissingen neemt. Dat is juist het moment om als Kamer de regering hierover te bevragen. Dus we moeten die kans niet voorbij laten gaan. Daarbij is het zo, er komen financiële stukken, er komen begrotingen. Dus waarom gaan we daar niet het debat over voeren? Eigenlijk vind ik gewoon deze stelling zo ver gaan dat dit is al in feite een debat. Dit is al een debat waardig. En het verbaast mij ook helemaal niks, en ook mijn fractie, want ik spreek namens mijn fractie, dat mevrouw Joritsma hier uitgerekend meekomt. Want mevrouw Joritsma heeft dit al eerder geopperd toen er nog gewoon een kabinet was. Toen was er nog ineens een demissionair kabinet. Toen had mevrouw Joritsma al geen zin om een APB te houden. Dus blijkbaar wil ze niet dat haar eigen partij, met daarbij de minister-president die al 10 jaar geleden wordt door de VVD, dat die niet aan de tand wordt gevoeld. Want mevrouw Joritsma heeft dat al eerder gedaan. Dus wij zijn hier fel op tegen. Wij vinden gewoon, we moeten gewoon een APB houden. De Tweede Kamer gaat ook gewoon een APB houden. Dus wij moeten dat ook gewoon gaan doen. Betreffende het andere voorstel van als het dus een kabinet zou zijn. Nou, de vraag is wanneer komt het kabinet? Ik bedoel, het is rekken en strekken zo langzamerhand hier op het Binnenhof. Er is nog helemaal geen zicht op een nieuw kabinet. En zolang de D66 iedereen maar buiten blijft sluiten, dan gaat het ook allemaal niet gebeuren. Dus wij vinden gewoon, we moeten gewoon een APB plannen. Daarbij komt het, als er een nieuw kabinet is, dan kunnen we alsnog nog een debat gaan voeren over het nieuwe regeringsakkoord wat er zou komen. Dank u. Dank u wel, van Faber. Dan stel ik voor dat wij, zoals nu gebruikelijk, de fracties tijd geven om over deze twee ordevoorstellen na te denken en daarover te stemmen in de volgende vergadering op 28 september aanstaande. Mevrouw Faber. Dan willen we ook graag een hoofdelijke stemming voor beide ordevoorstellen. Dank u wel, mevrouw Faber. Dan constateer ik dat er hoofdelijke stemming is aangevraagd voor beide ordevoorstellen. En ik stel voor om dit te doen, zoals we doen gebruikelijk bij hoofdelijke stemmingen, in de volgende vergadering op 28 september. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval. Dan is al dus besloten.